laat jullie even zien wat jullie gaan maken in de werkplaats. Er zit een leuke gereedschapskistje. Papieren met afmetingen. Daar geef je van de docent daar. Maar jullie moeten hem ook tekenen. De gewone rechttoerecht aandingen kan je gewoon tekenen als standaard millimeter IPT. Alleen de deksel en het handvat voor het sheet metal. Die twee zal ik even voordoen, dat is een tijdje geleden. En een nieuw. Sheet metal create. Ik ga eerst de deksel even voordoen. Zo. Zo. Oké. In de sketch. Dan gaan we even dus de materiaal erin zetten, materiaaldikte. En die maken we 1,5 mm. Misschien van de sheet metal defaults. Vinkje weghalen, 1,5 mm zetten, apply. En dan ga je dat knopje face en dan maak je een sheet metal van. En dan gaan we hem omzetten. Ik heb twee manieren doen. We kunnen via flange het hoekje omzetten van de deksel. Een heel groot getekend. Dan maak ik even 100 van. Hier ga je dan om de 45 graden zetten. En dat is dan het randje waar dan het scharnier aan vast komt te zitten. De gaatjes steken je dan ook hier op. Dat teken je niet op de uitslag. Je kan hem natuurlijk plat maken via een functie. Dat heet flat pattern. Zo, doe maar even wat. In de sketch, en dan ga je naar knippen. En dan klik je ze gewoon aan, omdat je de sheet metal defaults hebt ingesteld, had hij precies de materiaaldikte eruit. Oké. Een andere manier is dus om hier een rand aan vast te maken, is gewoon ombuigen. Dus dat je de grotere plaat opneemt, omdat je toevallig de afmetingen weet. En dan ga je hier een lijntje optrekken, van boven naar beneden. Dus je maakt eerst de buitenhanden actief, zodat hij makkelijk werkt met snap en grid, zodat hij hem van zichzelf weet te vinden nauwkeuriger. Want het groene lijntje moet echt vastlichten en vliegen aan de bovenkant en aan de onderkant. Niet voorbij, niet voor, maar echt erboven, anders doet hij het niet. En dan ga je naar fold. Klik de groene lijn aan, als er pijltjes verschijnen, zoals die hier, je hier dus nu ziet. Dan is die goed. Dan heb je ook deze op 45, want het hoekje is 45 volgens de tekening van de werkplaats. En dan zie je dus dat je hem ook op deze manier kan maken. Nou, je wil natuurlijk de afmetingen weten, je wil de werkplaats weten, dan maak je hem eerst één keer plat. En dan zet je hem weer terug. Dan sla je hem even op. En dan maak je er een werktekening van. En daar kan je dus ook weer uit plat maken via flat pattern. En dan weet je de buitenmaten. Dit eventjes hier, en dan rust die. Base. Dan zet je hem op flat pattern. Bend extends. Oké. En nu kan je dus zeggen tegen de docent van ik heb een plaatje met plaatje nodig. Met deze afmetingen. En als je inzoomt, dan zie je ook nog. Oh, we zijn nog één dingetje vergeten. Nee, ik denk het niet. Dat heb ik gewoon te groot gemaakt. Hier zie je ook nog de andere maten die je kan doen. Dus je kan zeggen van nou, ik wil even kijken hoe ver ik hem wil inspannen. En dan ga je even terug. En dan weet je wel hoe we hem zo ver inspannen. Met alle maten kan je dus uit deze tekening halen. Nee. Sla niet op, dat is niet nodig. Nee, die zei ik. En zo. Dan even snel. Dan hebben we ook nog het handvat dat we moeten maken. Nieuw. Sheet metal. Create. Snel op het gereedschapskistje kijken. Dan zien we dus 1, 2, 3, 4.
4 bergpunten. Nou, we gaan er maken met 2 en we gaan hem spiegelen. Dan is hij het meest nauwkeurig. Gaatje erin voor het boutje gelijk. Ik zet daar even geen maten in. En dan gaan we de materiaaldikte instellen. En dan gaan we even een lijntje erop zetten. Nu gaan we dus het schuine lijntje tekenen, wat we hier zien. Dit is een 45 graden lijntje. Dat zie je ook terug in de tekening in de werkplaats. De buitenkant activeren. Zo. 45 graden zetten. Dan pakken we weer de vod. Niet deze, die heeft genut. De vod pakken. Klikken erop, we hebben de pijltjes. En dan zie je, dan heeft hij netjes omgebouwd voor je. En dan gaan we dus even deze tekenen. Activeren hem even. En dan gaan we een recht lijntje tekenen. Zet hem ook weer even willekeurig even neer nu. Sketch. Fold. Ja, en de pijltjes zijn er. Apply. Je ziet nu al, het lijkt al een beetje op een handvat. Alleen een half handvat nu. Als ik hem zo neerzet, dan zie je dat iets duidelijker. En dan gaan we hier naar Mirror toe. We gaan hem niet via Features doen, want hij bestaat uit 1, 2, 3 features hebben we gezien. Dan gaat hij dus ook deze rechte hele balk neerzetten. Als je pech hebt, we doen Solids. Dan doen we hem in één keer. Mirror Plane. Dat gaat heel snel. Oké, en nu hebben we hem. Dit is het handvat. Dan kan ik ook nog zeggen van, ik ga even kijken wat die afstand is als je hem precies wil aftekenen. Dan kan je hem niet opmeten. Maar je kan hem ook maken en even netjes aftekenen op je dekseltje. Je kan hem ook weer uitvlakken. Als je hem uitzet even. Dat pattern. Je kan ook opmeten hoe groot je materiaal is. Dat kan je dan weer in je werktekening zetten. Maar dat wil allemaal niet. Gaan we mee aan de slag in de werkplaats. Zijn er nog vragen, dan hoor ik het wel op de les. We gaan maken een mooie tekening. Maar wel tekening natuurlijk ook, maar ik wel een mooi kistje van.